maar ik zit niet in de deur zitten. Ja? En waar gaan we vandaag naartoe? Nou, volgens mij gaan we naar Sky. Mensen, dat heb ik gezien. En wij hebben er zin in. Het weer is goed. We gaan vandaag met de oude vandaag op stap. Okay. Gaat goed komen. Ja, oké. Okay. Hoi. Zo, gaan we vandaag gezellig een dagje uit? Ja, doen we. Ja, nou en of. En mooi weer, hè. Als je dan naar huis wilt, dan moet je zijn licht al uitzetten. We beginnen met de boxers en liederen op tafel. Onder leiding van Harry en Geert Schelkes. Hij zit aan de kapot gereden. Ik zei, dat heb ik ook gedaan, maar ik haal je pas toen hij in de boom zat. Jongen. Wat een klasje. Jij snapt het ook nog, Jantje. Jij hebt het gewoon hoor, hè. Dat heb je gezien, jullie mensen. Heel mooi hoor. Alleen zo'n zo vervaring moeten zijn. Of dat stond zo. Oh nee, Jantje. Feit, ik zeg, welke vogel bouwt niet zijn eigen nest. Wat denkt u dat ze zin? Een koekoek, ja. Ik zeg, hoe weet jij dat? Och, zussen, dan weet iedereen dat een koekoek in de klok woont. Die jongen. Snap je nog, Theo? Dan zijn ze niet moeilijk, hè, jongen. Och, hij heeft ze een mooie dog gevonden, hier. Kijk dan. Daar zijn ze met z'n tweeën. Zijn dat die twee van de Muppets? Jongen. Hou nog een beetje van elkaar, hè? Ah, oh, dat is goed. Hij meer van jou is Kevin, maar dat geeft niks, hè. Nou, waar gaan we naartoe als je naar Amsterdam gaat? Waar gaan we daar naartoe? Naar de dierentuin. Ja, heel goed, toch? Dan gaan we naar achter, zeg maar. Je bent boer of niet, of dierenspecialist. Je wilt beestjes zien, hè. Dus ik loop zo met mijn vrouw door de achter zinnen. Hé, dus is ze hier in de kooi, daar zit niks in. Jij moet op de bocht kijken, zeg. En dan moet je dat beest roepen. Ja, ik weet nu dat de moeder zegt, doe het wel een keer voor. Ik ga naar die kooien kijken op dat bordje en allemaal, eland. Nou, komt ze mis dan met zijn takken op zijn kop, niks aan, hè.
Wij in de grond komen, we hebben in kooi niks erin. Dus is ze nou wil ik het zelf doen. Ik zeg, dat is goed. Dus de vrouw gaat naar de hek, gaat naar de bordje staan. Ik was naar de bordje staan te roepen van, Heras, Heras, Heras. Ja, je komt met Oostschot of niet, wat? Alles, hè, met de moord te denken, hè. Ja, maar les kwam je nog met als je in die dingen... Hé, hey, ook net als ik zo'n klaar 40 jaar getrouwd, als je in die dingen gescheiden. Ik zeg, wat scheiden? Zeg, hoezo? Hoe komt het altijd bij, man? Ja, zit je vrouw al 4 weken niks tegen mij gezeten. Ja. Zeg, vraag de stommerik, dan gaat het door die scheiden, man. Zeg, zo'n vrouw vindt er nooit meer. Maar we willen eigenlijk allemaal veranderen in seniorentocht of oudere tocht, maar het is tot nu toe steeds bejaardentocht. Hartelijk welkom, ook namens de 208 bejaarden. En 75 chauffeurs. En we hebben ook onze eigen mensen van Boksen vooruit en nog 2 GHBO'ers. Dus hartelijk welkom. Ik weet niet of u nog iets wilt vertellen tegen de meester. U bent in ieder geval geïntroduceerd aan de mensen. Dit is in ieder geval vanaf 1 juni onze nieuwe burgemeester. Ja, bedankt voor de mooie introductie. Alweer een warm welkom van mij. Bedankt voor het applaus. Dat is echt niet nodig. Maar ik ben in Boksel ontzettend warm ontvangen en ook nu weer bij u. Ik vind het geweldig dat ik u hier op Skype's grondgebied mag ontmoeten. U zei bejaardentocht, ik denk dan toch ter wijze. Hè, want de wijsheid komt met de ouderdom. Ja, nou, ik zou het toch wijs in plaats van grijs willen noemen. En wat u zegt is natuurlijk voor uw eigen rekening. Maar volgens mij mag u dat wel zeggen. Want u met uw stichting Boksel vooruit zorgt toch dat dit gebeurt. En ik vind het ontzettend knap, want we hebben het hier over 208 mensen, 75 chauffeurs. Dus ja, eigenlijk bijna over 300 mensen die even een uitje gaan maken. En ik hoop dat u een hele prettige dag voor de rest heeft. En ik hoop dat het evenement nog lang door kan gaan. Maar dat ligt een beetje aan deze vrijwilligers. Dus daarom zou ik voor de mensen van Boksel vooruit ook een applausje willen hier. Tango de Flair. Thank you.
257 blauw. 257 blauw. Ieder oranje. 204 oranje. 50 geel. Ik denk dat jullie veel machine hebben gebruikt. We hebben een match. Groen. Blauw en bruin. Voor een blauwtje heb je niks gedaan. Er heeft niks aan de buien die we doen. Ze zeggen, we hebben niks gedaan. En dat is heel belangrijk. Want als je niks aan moet doen. En dan ben je aan het doen. Ik wens jullie een prettige dag verder en ik wens jullie tot volgend jaar. Het enige woord is goed en dat is echt een goede dag. Hallo. En hoe was de middag? Heel fijn. Zit nu jullie vader en moeder de groeten? Ja, zal ik doen.